Vandaag in Riebe de Bie. Middelkaan. Goeiedag en welkom weer bij een nieuwe Riebe de Bie. Ja, weer een bijzondere aflevering wordt het. We gaan weer niet zelf rijden. We gaan wat anders doen. Ik ga vandaag een dagje met Middelkamp mee. De Zeeuwse ploeg rijdt vandaag de Wim Hendricks trofee. En ik mag meerijden in de ploegleiderswagen. En in die wagen rijdt ploegleider Ad Polak. Ad was zelf een aantal jaren prof. En dat weet ik nog zelfs. Ik was 9 jaar en zat langs de weg van de Ronde van Midden-Zeeland. Door de wagen voor het peloton schalde het snoeihard. Ad Polak, 100 meter voorsprong, Ad Polak. Volgens mijn vader en moeder heb ik het jarenlang geroepen wanneer een wielrenner langs rijdt. En nu, bijna 30 jaar later, mocht ik naast hem zitten. Ad, wat zijn de verwachtingen nu voor vandaag? De verwachtingen, het zou heel mooi wezen als we 2 man bij de eerste 30 hadden. Dat denk ik al het goed gedaan hebben. Maar vorig jaar, Pieter een hele korte uitslag. Ja, Pieter vorig jaar een korte uitslag. Ja, dat hopen we natuurlijk ook weer. Maar dat is natuurlijk vorig jaar, dat is ook was ook een beetje een gelukstreffer. Kijk, dat lijkt het dan weer van niet, maar dat was het eigenlijk. Dat was het eigenlijk wel natuurlijk. Dus dat is. Gelukstreffers kan je niet altijd op rekenen natuurlijk. Dus nee, ik ga voor 2 man in de eerste 30 en dan hebben we het heel goed gedaan. En dit zijn de mannen die het moeten doen. Nummer 1 is Pieter Vette uit Henkzand. En Pieter die ken ik goed, want ook hij rijdt bij Club Riedam. Nummer 2 is de goedlachse Roy Gijzel uit Seer Arendskerken. Ik zit beeld uit Bru, Michiel Jubelet. Hier 2 renners met rechts Eloy Raas uit Seer Hendrikskinderen en links Dylan de Kok uit Steenbergen. En als laatste Michel Stroosnijder uit Hans Weert. En dan is het bijna 1 uur en kunnen 180 renners starten in de Wim Hendricks trofee. Namens de organisatie richt ik een speciaal welkom. Het is dringen met 31 ploegen, want dus ook 31 ploegleiderswagens. De volgorde die wordt bepaald door de stand in de clubcompetitie. En aangezien Middelkamp 14e staat, rijden we vandaag dus ook met wagen 14. Oh ja, en ik heb nog 1 iemand niet voorgesteld. Dit is Peter Gudde. Hij is de mechanicien. En ervaring genoeg aan boord, want ook Peter was een aantal jaren prof. Middelkamp. En na een paar kilometer is het al raak. Een valpartij. En daar ligt iemand van ons tussen. En 115 kost aan hooi spartaan. Achterwiel. Dat is geen Middelkamp, hè? Dat is geen Middelkamp, jongens. Die gaan we houden helpen. Michiel. Het is Michiel Jumelet. Hij moest voetjes aan de grond zetten bij de valpartij. Lekker achter de auto blijven zitten en rijden rustig naartoe. Hup, hup. Zo brengen we hem toch snel terug natuurlijk. Ja, kijk, maar we zitten nu in een de pest, dus je mag er niet verder terugbrengen als daar. Het komt wel goed dadelijk. Ja, als er hier is dat toch weer tegen de wind 2 terug. Hè. Dus als het goed is, dan is er niks aan de hand. Kijk, er zit er zomaar eentje voor, dat is niet erg. Ze sluiten zo terug aan. Windkracht 5, gunstige windrichting, yes, waaiers. Na 10 kilometer spat het peloton in groepen uiteen en moeten de eerste renners al lossen. En dat niet alleen, want er gebeurt van alles. Ja. Dokter, uw intentie wordt verzocht bij nummer 55 van Middelkamp. 55. Voor een paracetamol, dokter, voor een paracetamol. Bij Michiel Jubelet.
Die had er echt een andere. Maar hey, alles zit terug bij elkaar hier, hè? Dit moment rijden we cool achter binnen. Hey, wie zes erbij, hè? Nee, deze klappen. Kijk. Nou, moesten ze schuiven en dingen en dan is goed. Dat ben sprongen. Dan zijn sprongen. Ze moeten nou van achter wegwezen. De volgende keer komen ze niet meer terug. En dan zie ik voor het eerst hoeveel invloed ploegleiderswagens hebben in deze wedstrijd. Voor de duidelijkheid, deze renner komt dus niet terug van een lekke band, maar moest lossen. Voor het dikke noorden, wij maar een auto zat of een auto kwam, dan werd uit koersen noemen. En dan was we allemaal achter die auto rijden. Deze groep sluit later weer aan bij het peloton. Een aantal kilometer verder is het weerwaaiers. Michiel Jumelet kan het tempo helaas niet aan. Wat is er, Michiel? Je rug! En iets verder rijdt mijn Rina-maat Pieter. Vorig jaar nog vijfde. Ja, dat zit er dit jaar niet in. Nou, het gaat goed, maar ik wil hier op de kant zetten. Ja, dat is koers. Het gaat goed. Ja, dat ging niet goed. Dat ging dus niet goed, hè? Nee, dat kan niet. Ja. Ik geloof dat het 12 coureurs. Ja, dat gaat niet. Hé, hey, mooi. Kunnen we beter. Ja, is dit kwaad? Dan ben wij oké. Okay. Wij moeten er wel langs. Ik kan nog beter, hij kan beter achter een andere rijden, hè? Gewoon twee auto's verder aanpikken. Kijk, dat doen we nu, hè? Nu kan hij gewoon terugkomen achter die andere auto's, hè? Dan zit die caravan weer aan elkaar. Hij kreeg, worden wij er niet uitgestuurd? En nu er langs, hé, nu komt dat stuk aan ze stilvallen. Kijk hoe die rijdt, hij durft de bocht nog niet om, joh. Ja, kijk eens, joh. Hij durft gewoon niet. En dan gaat het snel. Een halve ronde voordien, nog met 6 voorin, nu nog met 3. Na Michiel, Pieter, moet ook Eloor Raas de voorposten van wel zeggen. En daar blijft het niet bij. Weten wat hij moet doen. Achter die auto's, Roy! Hey, Roy, achter die auto! Uit de wind achter die auto's rijden! Hey, aan die auto's! Kijk waar de wind is. Die deelhouder is afgebroken. Oh, nou, dat zie je. Ja, dat ken je. Hey, aan de auto's! Uit de wind achter die auto's! Van auto naar auto! Ja, rustig rijden, rustig rijden! Ook tegen Doofman's oren, zeg. Oh! Ja. En, wat moet je ermee doen? Houd hem eens even vast. Hij zit helemaal steen. Ja. Houd hem eens even vast. Ja, ik kan er niks aan doen. Hou maar eens even. Er iemand in de weer, hè? Met nog 5 plaatselijke omlopen te rijden zijn er nog 80 man in koers. Daarbij nog 2 middelkampers. Michel Stroosnijder rijdt in de eerste groep achter het peloton. Hoe je jasje uit doet, Stro? Ja. Wij rijden door naar de laatste troef. Dylan de Kok rijdt dan niet in deze kopgroep. Hij rijdt wel in een achtervolgende peloton van zo'n 40 man. En in de laatste 50 kilometer zien we dit dus constant. Renners moeten lossen uit het peloton, maar worden teruggebracht door de ploegleider. Zie je? Wagen 18, die mag dat mag glad niet, maar die doet wel. Kijk, en hij komt weer naar een andere auto. En die sluit weer.
Tuurlijk, en de volgende stukken had. Dus hij kon mooi in dat groepje binnen of net erachter. En normaal vallen die allemaal. Moest ik kijken hoeveel mannen er nu al teruggevallen dan in die groep van Stroosnijden. Maar als je alleen hierachter komt, dan ben je binnen 5 kilometer bij terug in de bak. Steeds terug bij hun. Ja. En zo, en allemaal voel je derde man of je tweede man. Dat is allemaal op puntjes, zou ik maar zeggen. Erg sportief. Het resultaat is dus dat de uitslag van de Wim Hendricks trofee er vanaf plek 12 totaal anders had uitgezien. Kijk, wanneer je lekker rijdt of je hebt pech, dan kan ik er nog inkomen. Maar kilometers lang achter auto's rijden of er zelfs aan vasthouden, ja, dat is niet slim. Dat is eigenlijk gewoon keihard jezelf voor de gek houden. En wat ik helemaal niet begrijp, de jury rijdt ook in de buurt. Wordt dit gedoogd of zo? Ja. Roy Eefting van de jonge renner wint uiteindelijk de Wim Hendricks trofee. Michel Stroosnijder van Middelkamp rijdt de wedstrijd verdienstelijk uit op een 65e plek. En Dylan de Kok, die wordt 42e. Mannen van Middelkamp, allemaal, wat heb ik ontzag voor jullie. Ik weet wat jullie er allemaal voor doen, maar vooral ook voor later. Nu weet ik dat jullie balen van deze uitslag, maar ja, dat is koers. En wanneer er een betere uitslag is te noteren, ik ga heel graag nog een keer mee. Hartstikke bedankt dat ik eens een keer mee mocht rijden in de ploegleiderswagen. Dit was Ribe de Bie voor deze week. Volgende week gaan we zelf weer koersen. En je weet het, duimpje omhoog of abonneren op Ribe de Bie. Tot ziens! Er schijnt een vent, er schijnt hier een cameraatje rondlopen. Misschien is hij het wel. Misschien is hij het wel. Maar die... Hey, maar die wildklasse wordt echt bij gehechte startverbod dus.